Laat je nu even bedwelmen. Dit zijn de lessen van Meester Elmer. Meester Elmer, Meester Elmer. Hallo. Hallo. Vandaag gaan we het hebben over hoe je werkwoorden moet opschrijven. Werkwoorden waarbij de ander, een ander het is die iets doet. Let maar eens op. Je weet dat een werkwoord een ik-vorm heeft. Elk werkwoord heeft een ik-vorm. Het is altijd zo dat als je een werkwoord hebt zoals vliegen, dat het een ik-vorm heeft. Want wat zeg je als ik het doe? Dan zeg je ik vlieg. Dat is de ik-vorm van het werkwoord vliegen. De ik-vorm is ontzettend belangrijk om goed te kennen als je wil weten hoe je het moet schrijven als een ander het doet. En later, als het nog wat ingewikkelder wordt, dan is het ook heel belangrijk dat je weet hoe je de ik-vorm schrijft. Nou, we gaan een voorbeeld doen. Bijvoorbeeld, drinken. Ik drink een kopje thee. Drink, dat is de ik-vorm van drinken. Maar hoe vind je nou de vorm die je moet opschrijven als een ander dat doet? Dus als je oma dat doet, of hij, of zij, of het meisje, of de poes. Nou, heel makkelijk. Je schrijft gewoon die ik-vorm op en je zet er een T achter. Eenvoudig. Ik-vorm plus T. Klaar. Dus, ik drink een kop thee. En de man drinkt een kop thee. Gewoon de ik-vorm met een T erachter. Dit is ook makkelijk bij bijvoorbeeld het werkwoord fietsen. Ik fiets, dus fiets is de ik-vorm. En het meisje fietst naar school. Gewoon de ik-vorm pakken en een T daaraan vastplakken. Nou, dan wordt het misschien ietsje ingewikkelder bij werkwoorden zoals bijvoorbeeld rennen. Want rennen, wat is daar de ik-vorm? Ren. Natuurlijk moet je opletten dat je maar één N schrijft dan. Want rennen schrijf je wel met twee N'en. Maar ik ren, zeg je met één N. Dus de ander rent. Ik vorm plus T. R-E-N-T. Makkelijk. En dan heb je zweven. Zweven. Nou, het werkwoord zweven. Nou, dat schrijf je met één E en een V. Maar wat is nou de ik-vorm van zweven? Precies. Ik zweef. Dat schrijf je een beetje anders. Dat schrijf je met dubbel E en natuurlijk een F aan het eind, want die V wordt een F. En dus als een ander zweeft, dan schrijf je de ik-vorm, die eindigt op een F, met een T erachter. Klaar. En lezen, dat kan je ook van in de war raken, maar ik denk het niet hoor. Want je weet wat de ik-vorm is. Ik lees. Natuurlijk schrijf je dat niet met een Z aan het eind en natuurlijk moet je twee keer de E gebruiken. En als iemand anders een boek leest, nou, dan schrijf je dus de ik-vorm met een T er nog aan vast. Heel veel plezier met het vervoegen van werkwoorden. Doei! Is niet zo moeilijk. Meester Elmer, Meester Elmer. Doei!